Straks zie je alles weer, dat is ook top. Natuurlijk, ja, Matthijs, er was een beetje een onverwachts bericht ineens dat je wieberen ging. Ja, ik was er al even mee bezig. Ik heb er ook heel lang over na moeten denken, maar het was voor de buitenwereld een onverwachts moment. Ja, want ik, volgens mij 2 weken terug zag ik je op West en toen dacht ik nog, nou ja, we zijn alweer een plan aan het maken. Ja. Maar ja, kon je niks vertellen natuurlijk. Nee, ik kon niks vertellen en ik heb de dag na de laatste wedstrijd tegen Willem II heb ik het bekendgemaakt. Ja. Maar hoe ga je de club achterlaten? Want ja, mijn ervaring, je weet, ik kom al wat jaartjes bij de club. Meestal als de directeuren weggaan, dan komen daarna, hoe noemen ze dat, lijken uit de kast. Hoe is het daarmee, Matthijs? Nou, blijf ik gewoon zo over je denken, zoals ik nou over je denk? Dat hoop ik wel. Ik denk het ook wel. Tenminste wel als je het hiervan laat afhangen, want ja. Er zijn geen lijken. Okay. Mij in ieder geval niet bekend, okay. Maar ze zijn er ook echt niet. Het gaat met de club echt de goede kant op. Dat heb ik al vaker gezegd. En ik draag graag het stokje over aan een goede opvolger om de lijn door te zetten. Waarom dan toch de keuze voor een andere baan? Want ik denk, je hebt het naar je zin hier. Je zegt zelf, het gaat goed met de club. Het gaat steeds beter met de club. Ook zijn we constant, we zijn weer het linkerrijtje geëindigd. Waarom dan een stap naar de Eredivisie, NV? Nou ja, goed. Ik was als een vis in het water bij ADO. Op een gegeven moment ben ik benaderd om voor de functie bij de Eredivisie. Daar ben ik over in gesprek geraakt. Ja, dat ontstaat en dan ga je erover praten, dan ga je erover nadenken. Ja, dan zie je er ook wel heel veel kansen en uitdagingen voor de Eredivisie. Hè. De Eredivisie staat best wel onder druk ten opzichte van de landen om ons heen. Ook binnen Nederland zelf is er veel discussie over waar we naartoe willen. En ja, dat uiteindelijk, door die gesprekken ben ik daar heel erg enthousiast over geraakt om daar aan de slag te gaan. En niks ten nadele van ADO. Het liefst zou ik het eigenlijk combineren, maar dat kan niet. Hè? Dan ben je niet echt neutraal. Dus uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt in het voordeel van de Eredivisie. Maar van de andere kant voelt het ook wel best wel lastig om weg te gaan bij deze club. Ja, precies. Want je zit hier toch al een tijdje. We kennen elkaar al van daarvoor al. Daar hebben we ook dingen meegemaakt. Litouwen, noem maar op. Ja. Maar dan ga je nou naar Eredivisie NV. Dat is misschien wel gunstig voor het ADO-journaal. Hoe bedoel je? Nou, ik word wel eens geblokt op YouTube als ik weer een uitfilmpje heb of zo. Dan gooien ze er meteen een blok op en dat is altijd door Eredivisie NV. Ja, waarom dan? Omdat je beelden gebruikt van de wedstrijd waarschijnlijk. Ja, maar ook al film ik alleen het publiek van achteren, dan nog. Dat ga je meenemen in de volgende vergadering. Ik zal daar eens goed naar kijken. Als jij je keurig aan de regels houdt, dan doen wij dat ook. En dan wil ik 2 dingen nog van je weten, Matthijs. Wat is je absolute dieptepunt? Bij ADO? Dat weet ik nog heel goed. Dat was de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Toen we net afscheid hadden genomen van Zeljko Petrovic en de eerste wedstrijd van Fons. Verloren we kansloos. Het sneeuwde, het was koud. De supporters waren ontevreden. We stonden laatst in de Eredivisie. En Fons kwam het veld af. Lijk bleek met de opmerking, Matthijs, er is heel veel werk aan de winkel. Ja. Nou, dat wisten we natuurlijk wel. Maar dat was wel het absolute dieptepunt. Wat we uiteindelijk heel goed hebben opgepakt vanaf dat moment. Maar dat was echt verschrikkelijk. Ja, dat is dat moment geweest dat Fons na die wedstrijd thuis kwam. En dat hij midden in de nacht op de rand van zijn bed tegen zijn vrouw zei. Ja. Dan ben ik al begonnen van, hoe moet ik dat doen? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Okay, daar heb ik ook wel wakker gelegen in die periode. Okay, maar nou, eigenlijk was ik, want nu je het zegt, weet ik het weer. Maar eigenlijk was ik dat vergeten. Want ik dacht, vanaf het moment dat Fons instapte, ging het omhoog. Alleen maar hoogtepunten. Ja. Wat was je hoogtepunt bij ADO? En dan mag je de afgelopen tijd. Dus niet Litouwen kant, maar deze. De nou, dat zijn er veel, maar ik denk dan toch dat ik de wedstrijd bij Roda noem. Dat was niet onze beste wedstrijd, maar dat was natuurlijk in alle opzichten fantastisch dat we daar uiteindelijk ons kwalificeerden voor de play-offs. Ja. Ik weet dat de play-offs in Nederland niet echt leven, maar bij ADO wel. En voor ons was het een hele mooie bevestiging van de weg die we ingeslagen zijn en het sportieve resultaat en ook de stabiliteit binnen de club. Alles viel toen een beetje samen en dat vond ik een mooi moment. Ja. Nou heb ik eigenlijk toch nog een vraag, maar het gaat een beetje over ons, de supporters. Hebben we je in je periode, hebben de supporters jou in de steek gelaten of niet?
Totaal niet, helemaal niet. Ik ben heel erg blij met de supporters die ADO heeft. Nou, blij is een beetje een suf woord, ja. Maar ik vind, we hebben echt een trouwe aanhang. En ook als het even minder gaat met de club, dan laten ze echt wel van zich horen. En ik vind dat goed, zolang het maar op een normale manier gebeurt. Nou, dat is altijd bij ADO volgens mij het geval. Ja. Je weet als directeur van de club, ja, dan heb je af en toe tegenwind. Dan heeft iedereen een mening over je. En ook als het goed gaat, dan is een Haagenees ook niet te beroerd om te zeggen dat het goed gaat. En daarom hou ik zo van deze stad en deze club. Dat spreekt me erg aan. Zo zit ik ook in elkaar. Heb ik weer een vraag van de ene op het ander. Wat voor type directeur zoeken ze nu? Zoeken ze zo'n type zoals jou, die ook meedenkt met de supporters? Of krijgen we een heel ander type? Ja, kijk, ik ga er niet over, maar ongevraagd en ook gevraagd adviseer ik wel achter de schermen. Daar moeten we nog concrete afspraken over maken. Maar ja, kijk, het profiel gaat nu opgesteld worden. Ik weet ook helemaal niet wat UVS wil, maar ik weet wel een beetje wat de RVC wil. Ja. Ja, ik denk toch dat je de lijn moet doorzetten die we hebben ingezet. We zijn er nog niet als club, maar ik denk wel iemand die gewoon toch met beide benen op de grond staat. Ook niet te beroerd is om een keer een lastig gesprek uit de weg te gaan. Maar gewoon de club in goede en slechte tijden goed kan vertegenwoordigen. En die zoeken ze, denk ik. Oké, maat. Thanks. Nou, dat was Matthijs Manders. Ja, ik zeg nog één keer maat en daarna is het Eredivisie FV. Dan kan ik geen maat meer zeggen natuurlijk, zeg ik directeur. Maat, onwijs veel succes en ik hoop dat het goed gaat. Dankjewel en ik blijf komen. Oké, top. Ja, kijk, blijf supporteren. Ja. Ken je dat wel? Dat zei je net al. Dan ben ik neutraal. Maar je kan nooit natuurlijk helemaal wegzetten ADO. Nee, maar volgens mij hoef ik ook niet te verhullen dat ik 3 jaar bij ADO heb gewerkt. Ja. En dat ADO in mijn hart zit. En ik kom hier echt vaak kijken. Ja. En natuurlijk gaat mij het belang van de Eredivisie staat bij mij voorop. Maar ADO is daar een hele belangrijke partij in. Dus het hoeft elkaar niet te bijten. Top. Okay. Dit was het ADO-journaal. Laat ons!